Dit is een bespreking van het derde en laatste stukje van paragraaf 12 van boek 28. Livius is aan Hannibal een compliment aan het uitdelen, omdat het Hannibal gelukt is om in vijandelijk gebied zo'n bij elkaar geraapt leger toch bij elkaar te houden, terwijl er ook nog gebrek was aan geld en voedsel. En op dat gebrek gaat hij in deze tekst verder in. Lastige tekst deze, ik ga mijn best doen om het uit te leggen. Post exercitum deletum, letterlijk na het leger vernietigd zijnde, vertaald als na de ondergang van het leger vero, pas echt, zeker na de ondergang van het leger en daarbij de genitivus van Hasdrubal. Cum duce, samen met de leider, die was daar ook gesneuveld. En in die leider en dat leger, daar hoort een betrekkelijke bijzin bij. Waarin? Onderwerp van die bijzin is spes, spes omnis, alle hoop op een overwinning, alle hoop van een overwinning, zegt het Latijn. Dus in dat leger en die leider, waarop alle hoop op een overwinning, reposita fuerat, gelegen was geweest. Futur of plusquamperfect natuurlijk, omdat die hoop nu alle bodem is ingeslagen. En na, het gaat dat wat er nu volgt hangt nog steeds af van post. En na, concessum, het opgegeven zijnde, zoiets staat er letterlijk, het weggegaan zijnde uit de rest van Italië. Ik heb dat vertaald met nadat de rest van Italië ontruimd was. Het feit dat Hannibal uit de rest van Italië was weggegaan, cedendo gerundium, door te gaan, door uit te wijken naar een hoek, naar een Brutische hoek. En Brutium, dat is de teen van de laars van Italië. Dus Hannibal zit nu helemaal in een hoek, zegt Livius. Na die twee feiten. Dus het ondergang van het leger van Hasdrubal en het feit dat Hannibal geweken is, concessum, van de rest van Italia, cetera Italia, dat is een ablativus, na het geweken zijn van de rest van Italië. En dan een retorische vraag, aan wie non videatur, aan wie zou het niet schijnen mirabile, wonderlijk, daarvan afhangend een infinitivus, dat er nullum motum, geen enkele oproer gebeurd was, gemaakt was in het legerkamp. En dit is dus een herhaling van wat Livius in het vorige stukje al gezegd had. Het is bewonderenswaardig dat het Hannibal gelukt is om dat leger zodanig tot een eenheid te smeden dat er geen enkele oproer ontstond. Want ad cetera, bij de overige dingen, was nog bijgekomen quoque it. Ook dit, quoque it, was nog bij de overige dingen gekomen. En dat it verwijst vooruit naar een bijzin met ut die volgt. Dit was er nog bijgekomen. Dat er spes esset, dat er hoop was, dat er zelfs geen hoop was. Van het voeden staat er letterlijk en dat alendi, dat is een gerundivum, dat congrueert met exercitus, wat dus ook in de genitieve staat. En die genitieve hangt weer af van spes. Dat er zelfs geen nequidem, betekent zelfs geen, dat er zelfs geen spes, geen hoop was van het leger dat gevoed moest worden. Van het voeden van het leger, dat er zelfs geen hoop was om het leger te voeden, nisi, tenzij ex brutio agro, tenzij uit het Brutische land. En vervolgens staat er wat er met dat Brutische land aan de hand was. Dat Brutische land, qui, mannelijk omdat ager mannelijk is, wij vertalen dat, het Brutische land, dat, gesteld dat, ut, of zelfs als, het in zijn geheel bewerkt zou worden, dus stel dat dat Brutische land, zegt Livius, helemaal bewerkt zou worden. In het vervolg zegt hij, dat is niet zo. Maar zelfs als dat het geval zou zijn, dan was dat Brutische land, was dat Brutische land tamen, toch, te klein, exiguus, klein, voor een zo groot leger dat gevoed moest worden. Dus voor het voeden van een zo groot leger. Dus zelfs als de productie top zou zijn geweest, was dat Brutische land te klein om Hannibals leger te voeden. Maar het wordt niet helemaal bebouwd nu,
op dat moment. Hè. Maar toen, onderwerp is bellum in deze zin, maar toen had de oorlog in beslag genomen, occupa verrat, en dan terug naar het begin, een groot deel van de jeugd, van die brutiërs natuurlijk, die normaal op het land werken. Die waren in beslag genomen, dat deel van de jeugd, dat staat vooraan, daar gaat deze zin dus over. De oorlog had een groot deel van de jeugd in beslag genomen, en dan een PPP, dat congrueert met dat partem, een groot deel van de jeugd, weggetrokken, dat weggetrokken was, a cultu, vanaf het bewerken, agrorum, van de akkers. Dus de oorlog zorgt ervoor dat veel van die jonge mannen in brutium, dat die het land niet kunnen bewerken. En dan nog een tweede onderwerp. En de gewoonte had de jeugd in beslag genomen. Dus die hebben, als er oorlog is, ook nog een bepaalde mos, een bepaalde gewoonte. Die is zelfs in situs aangeboren, genti, aan dat volk. En de aangeboren gewoonte ook, etiam, van dat volk, aangeboren door een ondeugd, een vitium. Die hebben dus een onaangename eigenschap, die brutische jonge mannen. Namelijk, wat doen ze? Van het vervullen, staat er letterlijk, gerundium, van het vervullen van de krijgsdienst. Ze hebben dus de gewoonte om de krijgsdienst te vervullen, om als er oorlog is, dat te doen per latrocinia, door middel van rooftochten. Dus in plaats van de akkers te bewerken, gaan de plaatselijke bewoners ook nog roven. Natuurlijk ook van dat leger van Hannibal, en dat draagt bij aan het gebrek aan voedsel. Dan zou je denken, misschien dat ze van het thuisfront dan iets sturen, maar ook dat is niet het geval. Nec quicquam, en ook niet iets, vertaald met ook niets, vanaf huis, dus uit Carthago, met ebatur werd er gestuurd. Waarom doen ze dat niet, die Carthagers? Bij Solicitis moet je Carthaginiensibus bijdenken, omdat die Carthagers bezorgd waren, dat is dan een ablativus absolutus, omdat ze bezorgd zijn over Spanje dat behouden moet worden, over het behoud van Spanje bezorgd zijn die Carthagers. Alsof, tamquam, alsof alle dingen waren, omnia essent, prospera, alsof alle dingen voorspoedig waren, in Italië. Dus kennelijk, zegt Livius, denken ze in Carthago dat in Italië alles goed gaat en gaat alle hulp naar Spanje.